Inbraak is een kwestie van normen en waarden en heeft niks te maken met islam, zo veel mensen denken. In de islamitische wetten is inbraak zelfs niet toegestaan. Inbraak komt in bepaalde landen meer voor. Denk hierbij aan landen in het Midden-Oosten. Maar in elk land kennen ze weer andere regels voor inbraak. Inbraak is een vorm van ingerelateerd geweld. De term inbraak verwijst naar het doden van een meisje of een vrouw. Soms ook een jongen of een man. Dit vanwege schending van de eer van hun familie. Inbraak is wraak nemen na overtreding van morele en seksuele codes binnen hun gemeenschap. De laatste jaren lees je steeds meer over inbraak in Nederland. Het botst met het Nederlandse cultuur. Maar wat vindt Nederland nou eigenlijk van inbraak? Wat is inbraak? Het speelt het af in Nederland. Vandaag staan we op de Dam in Amsterdam en vragen het aan de mensen op straat. Inbraak heeft te maken met je ego. Je eigen schande gevoel. Inbraak? Ja, ik weet niet, ik ben er zelf niet zo voor. Inbraak? Inbraak is als je iemand iets aan wil doen. Is inbraak. En wat vindt u daarvan? Aan de ene kant kan ik het wel begrijpen, want het is wederzijds. Je moet het eerst ondervinden voordat je het kan oordelen. Het raakt je best wel. Het raakt me omdat die kankerturken net als een fucking duivel zijn, weet je. En die duivels moeten bestreden worden, weet je. Begrijp je wat ik bedoel? Weet je. En God die stuurt gewoon iemand, weet je. Weet je, begrijp wat ik bedoel? En die Turken komen wel aan de beurt, weet je. Begrijp je? Hun doden, weet je. Meestal zeggen ze Marokkanen dit, Marokkanen dat. Maar Marokkanen doden niet. Begrijp je? Die zijn bang voor God. Begrijp je wat ik bedoel? Die hebben helemaal niks mee te maken met dit. Als een vrouw blank is, is ze blank. Als een vrouw Surinaams is, ze Surinaams. Braziliaan, maakt niet uit. Doden is uit de boze, weet je. Begrijp je wat ik bedoel? Gebeurt dit in verschillende culturen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het overal zal gebeuren. Niet alleen in Nederland, maar overal op de wereld heb je dat. Dus ik denk niet wel per se wat met cultuur te maken heeft? Nee, het heeft per persoon te maken en per gezin, familie, dat soort dingen. Nou, dat denk ik dat het wel gelijk ligt. Ik denk dat de autochtonen het net zo hard kunnen als de allochtonen. Over elke cultuur is dat wel. Het is iets meer menselijk. Dus het gebeurt ook gewoon in Nederland? Ja, zeker. Nee, ik denk het niet, nee. Internationaal? Ik denk niet dat het te maken heeft met het land waar je bent, maar wel waar je vandaan komt. Ik geloof niet dat wij het in Nederland kennen, van de Nederlandse cultuur uit. Ik heb iets gedaan wat veel mensen niet zouden begrijpen. Het begon al met toen mijn zusje steeds minder thuis was. In ons gezin is er streng controle over elkaar. En mijn vader maakt steeds meer zorgen omdat ze gewoon niet thuis kwam. Ja, toen de dag kwam dat ik erachter kwam dat toen jij een vriend had. Ik heb het lang verborgen gehouden voor mijn ouders, maar op een gegeven moment was mijn vader zo ongerust dat ik het wel moest vertellen. Heb je die gezien? Nee. Oké.
zeg, Dunja heeft een vriend. Vader was boos, man. Boos, slaan. Komt omdat die vriend van Dunja heeft een andere cultuur. Hij is donker. Morgen ben je toch de hele dag op school, maar dat zie ik gewoon de hele dag niet. Maar dat kan niet. Nee, maar ik kom gewoon naar je toe, ja? En we hebben nu nog, we gaan gewoon lang rekken. Ik ga heel laat naar huis, oké? Okay? Of ik blijf hier staan. Ja. Toen kwam zijn besluit. Dunja Agaschar, het moet. Dunja moest dood. Moest om de familie eer intact te houden, want niemand zou het accepteren in onze familie, donkere man. Ik wist dat Dunja naar school moest die dag. En dus ik heb er toen op gewacht. Tot het moment daar was.